U kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we te maken met opklaringen boven Nederland en wolken die van het westen uit dikker werden. Bij die bewolking zat behoorlijk wat neerslag in de vorm van buien. En heel geleidelijk bereikt dat onze kust. Maar het gaat erg langzaam, pas in de late middag. En vanavond krijgen we met die buien te maken. En die buien kunnen behoorlijk fors uitpakken. Dat zien we ook wel een beetje als we naar de radar kijken. Want in eerste instantie hebben we te maken met regen die zich met name ten westen van Nederland ophoudt. Dat is behoorlijk actieve neerslag soms. Maar het stelt nog niet zo heel veel voor. We moeten kijken naar het zuidwesten van de regio. Eigenlijk een beetje naar de kanaalregio. Daar komen langzaam maar zeker de eerste echt felle buien opzetten. Die zullen de komende uren geleidelijk aan activeren. En vanaf het begin van de avond eigenlijk het land intrekken. Dat gebeurt als eerste in Zeeland. En dan trekken die buien over Nederland. Bij de buien zit onweer. En er kunnen ook forse windvlagen bij optreden. Tot zo'n 80 km per uur. En ook hagel is mogelijk en dat alles zal zich afspelen zo'n beetje in de avond. In de nacht wordt het langzaamaan wat rustiger, gaan de meeste buien verdwijnen... klaart het ook af en toe wat op en langzaam koelt het af naar een graad of 8. Helemaal droog wordt het overigens niet. En ook morgen overdag hebben we nog steeds te maken met buien. Geen onweer meer, geen zware buien, maar van tijd tot tijd dus wel de nattigheid. Tussendoor ook zeker ruimte voor de zon, het is een behoorlijk open structuur... en de temperatuur heeft een enorme val doorgemaakt. Het wordt nog slechts een graad of 11 en dat staat in schril... Contrast met de temperaturen die we vandaag hadden. Want op veel plaatsen werd het meer dan 20 graden. Nou, die temperatuur wil de dagen daarna ook niet echt omhoog. Maar goed, heel koud is het ook weer niet. Met een maximum van zo'n 13, 14 graden is het redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag een enkel buitje in het noordoosten. Verder is het droog met geregeld zon. Donderdag wat meer wolken, maar dan eigenlijk overal droog weer. En vrijdag krijgen we opnieuw te maken met een paar buien. Maar tussendoor is er ook nog altijd ruimte voor de zon. Dan de lange termijn wat temperatuur betreft. We zien eigenlijk niet zo heel veel verandering. Rond het weekeinde lijkt de temperatuur weer even iets te dippen op een graad of 12. En daarna zit er dan heel voorzichtig weer een stijgende lijn in. Maar spectaculair is die niet. Het blijft redelijk normaal lenteweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl